ziet de golven nog. Ja, waarom vis je nou? Nou, ik denk toch wel om in de natuur te blijven. Om in de natuur te zitten. Ik denk aan niks als een soort mediteren. Ja, je gedachten zijn alleen maar gefocust op het vissen. En verder denk je aan niets. Niet aan, aan de vakantiefoto's die je moet inplakken of het lepelrekje wat je moet ophangen. Ik krijg soms wel te horen van vissen is toch helemaal niks voor meisjes. Maar het is hartstikke leuk. Kijk, daar heb je hem. Kijk wat een kop, jongen. Zie je hem? Die ziet ons, jongen. Die herkent ons gewoon. Ja, daar zijn ze weer. Mooi zo. Tafeltje, dekje. Als je ze op de kant hebt en je kijkt naar dat bekje, is het lekker zo. Ik was zo op en neer grappig geweest, vind ik het gewoon. Ik zei, ja, ik weet niet wat het is. Ik ben gewoon helemaal verkarpet. Ja. Hey. Ik denk dat van oudsher iets te maken heeft met een man jagen moet zorgen voor de pot, 's avonds, kinderen, dat soort zaken allemaal. Wat daar onder water leeft, heel gek dat je dat kan vangen. Je zou bijna zeggen dat het een wezen is van een andere planeet. Vaak zie je wel dat mannen al hun hobby's en alles opzij zetten en op zaterdag in de supermarkt lopen met een karretje. Ja, dan denk ik van ja, ik ga liever vissen. Heb je gezegd, mevrouw? Ga vissen. Als ik niet zou hoeven werken, dan zou ik het wel weten. Heb je veel bekeuringen gekregen? Ga lekker vissen. De aarde, de lucht, de zee om je heen. Dat is heerlijk. Heb je agressieproblemen? Ga lekker vissen. Dat vind je jezelf terug. Soms heb je wel het gevoel, heel sterk het gevoel van vandaag ga ik vis vangen. Er zit daar wel wat.